Welkom. Mijn naam is Dave van Erven en ik werk voor Sociatie, maar ik ben vooral betrokken bij de ASO Design Foundation. Van waaruit dit initiatief een beetje is ontstaan. Er zijn een aantal verenigingen bijgekomen. Ik heb het voorrecht om deze TED-ops af te starten. En ik ga vertellen wat is DevOps. En we hebben dadelijk nog een aantal andere talks. Allemaal het topic DevOps. TED-ops is ontstaan vanuit wat we noemen de DevOps Dialogues. Waarbij een aantal verenigingen, zoals hier staan, maar ook een aantal organisaties vanuit de vendor en non-vendor kant, bij elkaar zijn gekomen en met elkaar hebben nagedacht en ideeën hebben uitgewisseld, maar ook praktijkvoorbeelden hebben uitgewisseld en waar een aantal zaken uit naar boven zijn gekomen. Die hebben we gebundeld in een aantal werkgroepen, rond cultuur, waarde en enterprise DevOps, dus dat is DevOps op een wat grotere schaal. En dat heeft geleid tot een viertal pitches. Nou, de eerste, wat is DevOps, ga ik doen? En een aantal van mijn collega's die gaan dadelijk nummer 2, 3 en 4 doen. En de bedoeling is om jullie even een status update te geven van waar we allemaal mee bezig zijn geweest en waar we aan denken als DevOps en hoe dat er in de praktijk uitziet. En vooral ook een beetje om jullie te kietelen, wat inspiraties te geven hoe je dat zou kunnen gebruiken in je eigen organisatie. Om wat te kunnen vertellen over wat DevOps is, moeten we eerst wel wat vertellen waarom we het over DevOps hebben. We hebben het over DevOps omdat dat een bepaalde behoefte betrekt. En die behoefte, over het algemeen, kort door de bocht, noemen we agility, wendbaarheid. En als je wendbaarheid of agility wil uitleggen, dan gebruik ik graag deze metafoor. En dit is een plein. Ik zal wel verklappen, het is een drachten. En dit is een voorbeeld van een shared space concept. In Drachten heb je twee pleinen, dit is de kade en daarnaast heb je ook het lawaaiplein. Dat zijn allebei voorbeelden van dat concept. Waarbij, voorheen was het zo dat dit een van de gevaarlijkste pleinen van Nederland was. Met de hoogste ongevalcijfers, ook met dodelijke afloop. En wat ze daar gedaan hebben, ze hebben daar alle verkeerslichten, verkeersborden en verkeerstekens weggehaald. En vervolgens is het een van de veiligste pleinen van Nederland geworden. Komt het nou? De regels. Op het moment dat mensen procedures of regels moeten volgen, en dan stoppen ze met nadenken. Dat is ook de essentie van de agile manier van werken en agility. Dus dat je wel degelijk bepaalde normen en waarden hebt. Hè? Dus er zijn wel degelijk bepaalde principes. Als je die dames ziet oversteken, dan ga je er niet overheen. Dat zou wel heel bot zijn. Hè? Maar wat je wel hebt, is dat je bepaalde normen en waarden hebt. Maar daarbinnen heb je in die context de mogelijkheid om te manoeuvreren op basis van wat gebeurt er in een omgeving. En die bewegelijkheid, die dynamiek, die flexibiliteit, die is fundamenteel aan het DevOps denken. En daarmee is agility een hele belangrijke draai. Als we denken aan agility, denken we vaak aan agile. En agile is niet zozeer een methodiek, maar is een paraplu voor diverse methodieken. En de meest gebruikte, meest gedocumenteerde methodiek wereldwijd, en ook in Nederland, is Scrum. En ik denk dat de meesten van jullie Scrum ook wel zullen herkennen. En Scrum wordt als volgt weergegeven. En dit plaatje geeft precies aan waarom DevOps is ontstaan. Dit plaatje geeft precies aan wat er nou echt fundamenteel mis is met agile development. Weet iemand wat dat is? Niks. Nou, niet een goede antwoord. Hier, aan jullie rechterzijde zie je potentially shippable product increment staan. Oftewel, het staat op een pallet klaar om verzonden te worden. Mijn vraag aan jullie, hoeveel waarde levert het tot dat moment op? Ongeveer. Nul. Niks, nul, helemaal nul. En dus Scrum stopt op het moment dat het nul waarde levert. Oké. Je begrijpt het wel vanuit software development perspectief, vanuit de silo van software development, begrijp je dat op het moment dat het software ontwikkelteam ermee klaar is, dat ze iets hebben van, nu is jullie zorg. En nu is jullie probleem. Maar dit is wel exact de reden waarom, en ik weet ook dat als je de rol van product owner goed invult, Dat je het niet zo moet lezen. Alleen de praktijk is helaas anders. En de praktijk heeft ertoe geleid dat heel veel organisaties wel op een agile manier zijn gaan ontwikkelen, maar dat de hele lifecycle er niet bij aangesloten werd. En dat is ook exact de reden waarom de hele DevOps movement ontstaan is. Als ik het heb over wat is dan DevOps, moet ik ook even zeggen wat is dan continuous delivery. Dat wordt vaak in één adem genoemd namelijk. En de principes uit continuous delivery komen heel erg overeen met de principes uit DevOps.
Waarbij ik zelf continuous delivery een beter begrip vind. Maar het geeft namelijk aan wat de waarde is die het oplevert. Terwijl DevOps geeft aan hoe je dat organiseert in een organisatie. Dus dat je DevOps bij elkaar brengt. Dus eigenlijk is continuous delivery een beter begrip. Alleen wereldwijd heeft DevOps veel meer aanhang en veel meer, een veel grotere community dan continuous delivery dat heeft. Maar in de praktijk hebben ze heel erg veel met elkaar te maken. Continuous delivery, als je daar wat meer van zou weten en zou willen weten, dan stel ik voor dat je dit boek leest. Geen gemakkelijk boek. Ook redelijk technisch geschreven. Geeft ook wel een beetje aan waar continuous delivery zich vooral op richt. Van de automatisering. Dus het is vooral heel erg tool-driven. Continuous delivery is ook gericht dat het veranderde tempo van ontwikkeling gelijk gesteld wordt met het veranderde tempo vanuit beheer. En doet dat door de hele deployment pipeline, zoals dat genoemd wordt, en zoveel mogelijk met elkaar te integreren. Dus alles wat er gebeurt vanaf het moment dat je met code aan de slag gaat tot het moment dat het in productie staat, dat wil je zoveel mogelijk met elkaar in verband brengen en integreren. Met één software-versiesysteem enzovoort. De fundamenten van continuous delivery en waar het in de praktijk vaak neerkomt, hebben te maken met het automatiseren van je builds. Het automatiseren van je integraties, dus continuous integration. Automated testing, maar ook bijvoorbeeld automated deployments, dus het neerzetten in omgeving, release enzovoort. Maar ook bijvoorbeeld provisionen, dus het leveren van omgevingen, of het nou een OTAP-omgeving is of wat anders. Dus het snel neerzetten van omgeving is fundamenteel aan continuous delivery. Wat is dan DevOps? Nou, als je wil weten wat DevOps is, kun je naar Wikipedia gaan. Maar dat zou ik ter seks afraden, want het klopt niet wat er staat. Er staat namelijk in, nog steeds, dat het een software development methode is. We proberen dat al lang aan te passen, maar dat is tot nu toe nog niet gelukt. Het is geen software development methode. Wat is het dan wel? Nou, DevOps is in essentie natuurlijk ook gewoon de samenwerking tussen DevOps. Dat is de essentie, maar het is breder dan dat. Want DevOps wil eigenlijk zeggen dat het een multidisciplinaire samenwerking is van development, operations, maar ook de business, die zijn wel degelijk ook van belang, security, architectuur, testen, leveranciers en support. Dus eigenlijk iedereen in die totale IT-waardeketen, dat die met elkaar gaan samenwerken. Dat is de gedachte achter DevOps. En niet alleen development en operations, maar het is breder dan dat. Het gaat er ook om dat je security inbouwt. Het gaat er ook om dat je architectuur goed betrekt. Als je leveranciers hebt en die leveren een deel van de oplossing, dan wil je die ook betrekken in die manier van werken. Anders hapert het nog op dat stuk. Dus dit is wat DevOps is. In tekst betekent het dat het vooral ook ervoor zorgt dat je goede code hebt. Maar ook meteen de omgevingen hebt om die code in te deployen. Dat je kleine batches maakt en dat je ervoor zorgt dat die kleine batches zo snel mogelijk door jouw systeem en jouw landschap en je hele procesflow heen lopen. En dit is misschien wel een hele belangrijke, dat is dat je productieomgeving betrouwbaar en resilient is, oftewel veerkrachtig. Nou, wat bedoelen we daar nou mee? Overigens, als je wat wil weten over wat is DevOps en je zoekt een goed boek. Ik heb het vandaag in de roundtable een keer genoemd. Als je de Phoenix Project nog niet hebt gelezen, schaf hem aan. Want het is essentieel. Als je echt geïnteresseerd bent in DevOps, is dit een onmisbaar boek. De Phoenix Project. Maar wat is dan veerkrachtig? En veerkrachtig is een heel erg belangrijk begrip in de DevOps community. En dat leg ik uit aan de hand van een aantal termen. Om te beginnen met fragile. Fragile kun je zien net als een doos waar fragile op staat, waar serviesgoed in zit. Op het moment dat je dat laat vallen, gaat het stuk. Zo kun je ook een systeem of een organisatie, ook op die manier, kun je het ook zien. Op het moment dat er iets gebeurt in de omgeving of met het systeem, dan gaat het stuk. En dat is eigenlijk een omgeving of een systeem wat je niet zou willen hebben. Wie weet wat het tegenovergestelde is van fragile? Resilient. Robuust. Robuust wordt heel vaak genoemd als het tegenovergestelde van fragile. Het is niet het tegenovergestelde. Robuust wil zeggen, er gebeurt niets. Dus je hebt hier een doos, je schopt er tegenaan en er gebeurt helemaal niets. Ik zal daar laten zien wat het tegenovergestelde is. Want naast robuust heb je ook nog flexible en agile. Waarbij er een klein verschil is.
Het verschil is vooral eigenlijk dat flexible wil zeggen dat je om kan gaan met geplande changes. En agile wil zeggen dat je om kan gaan met ongeplande changes. Maar het tegenovergestelde van fragile is wat we noemen anti-fragile. Dat komt vanuit Nicholas Taleb. Nassim Nicholas Taleb die heeft dat bedacht. Dat is een filosofische term. Maar het wordt in de hele DevOps-wereld wordt dat steeds meer omarmd. En het wil eigenlijk zeggen dat je omgevingen creëert die tegen een stootje kunnen. Dus dat je omgevingen creëert die op het moment dat er iets gebeurt, dat er een fout wordt gemaakt of ontdekt, dat ze daar beter van worden. Dus niet dat er niks gebeurt, dat is robuust, maar dat je er beter van wordt. Hè, een prachtig voorbeeld daarvan is, en ik moet het toch wel even noemen, is Chaos Monkey. En dat is een tool wat bij Netflix is ontwikkeld. Wat ze daar ook hebben toegepast en wat inmiddels open source geworden is. Maar wat ze in een productieomgeving loslaten, om willekeurig services onderuit te trekken. Dus dat betekent, en op dat moment zit er ook een team klaar, om op het moment dat er iets met die systemen gebeurd is, zit er ook een team klaar om die fouten te herstellen. En dat kun je beter doen op het moment dat je er met z'n allen klaar voor zit, dan dat het op zaterdagavond gebeurt, terwijl iedereen Netflix aan het kijken is en het team gewoon in de kroeg hangt. En dus de gedachte erachter is, je gaat ervan uit dat dingen fout zijn, maar het is juist goed om ze te ontdekken omdat we daarvan leren. En dat zelflerende aspect is cruciaal in DevOps-organisaties. Nou, wat zijn nou de pilaren binnen DevOps? Dat is begonnen met CAMS en het is inmiddels CALMS geworden. En het begint met cultuur. Dus als je het hebt over DevOps, dan heb je het over een bijzondere cultuur. Namelijk een cultuur van samenwerken tussen verschillende rollen en disciplines. En dat is het allerbelangrijkste. En natuurlijk komt er ook automation bij kijken. Dus ervoor zorgen dat je automated testing hebt, dat je de deployments geautomatiseerd worden enzovoort, is natuurlijk ook belangrijk. De lean filosofie en de manier van werken is fundamenteel aan DevOps. Dat geldt ook voor agile, maar lean en agile zitten natuurlijk ook heel dicht tegen elkaar aan. Metrics of measurement. Dat is ook van belang, omdat je ook wel degelijk moet meten wat je allemaal doet en hoeveel voortgang je bereikt. De gedachte erachter, als je wil verbeteren, dan moet je daar ook op kunnen meten. Dus het is niet zo dat je gewoon maar wat doet. Je doet dat heel bewust. En tot slot, dat heeft ook met de cultuur te maken, maar het delen van informatie, maar ook het delen van practices, het delen van processen enzovoort, dat is fundamenteel aan de hele DevOps-filosofie. Dus deze vijf pilaren zijn fundamenteel aan alles wat naar DevOps ruikt. Nou, wat zijn dan de dingen die daaromheen zitten rondom DevOps? We hebben al gezien dat Agile is daar een hele belangrijke in. De gemiddelde organisatie die DevOps omarmt, gebruikt ook Agile technieken en methodieken. Scrum wordt heel vaak gebruikt bijvoorbeeld. Er komt ook heel veel vanuit de Lean filosofie die daar toegepast wordt. Ook het hele continuous improvement en Kaizen, de gedachte achter Lean. Het voortdurend verbeteren van alles wat je doet. Dat zit nadrukkelijk in de DevOps filosofie. Het geldt ook voor de theory of constraints. Dus het zoeken naar bottlenecks, daar verbeteren. En dan weer op zoek gaan naar de volgende bottleneck en daar gaan verbeteren. En op die manier je flow zo optimaal mogelijk te maken. Er zit wel degelijk ook heel wat van in ITIL. Wat ITIL in DevOps. Dus de change, configuration management, release processen zoals die beschreven staan. Die worden voor een deel ook gewoon toegepast. Maar soms gewoon wat leaner. Dat er gewoon wat minder activiteiten plaatsvinden dan dat beschreven staat. Cloud is belangrijk om bijvoorbeeld snel omgevingen de lucht in te krijgen en ook weer af te bouwen. Als je snelheid in je proces wil hebben en je wil bijvoorbeeld als ontwikkelaar snel kunnen testen, dan moet je met één druk op de knop een testomgeving in de lucht kunnen hijsen. Dan moet je niet 6 weken op hoeven wachten. En tot slot, als je een DevOps team hebt, dan is daar eigenlijk al de applicatie lifecycle in geborgd. De hele applicatie lifecycle zit in één team. Dus applicatie lifecycle management is een fundamenteel begrip in DevOps. Concluderend, en dit is ook iets waar de komende talks ook mogelijk nog even wat teruggegrepen wordt. DevOps is vooral een beweging, een filosofie, een denkwijze. Het is dus geen methodiek. Het gaat om dat je op een multidisciplinaire manier met elkaar gaat samenwerken. Waarbij veerkracht enorm van belang is. En waarbij die vijf calms aspecten een hele belangrijke rol spelen als de pilaren van DevOps. Dat was wat ik wilde zeggen over DevOps. Dank jullie wel.